Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent met Smash. Ik weet niet of je weet wat Smash is, dat staat voor Single Malt and Single Hop. En Hollands Hophuis, dat is een leverancier van hopsoorten hier in Nederland. Die heeft een leuk project begonnen met 6 Nederlandse brouwerijen. Dat elke brouwerij een Smash maakte. Smash wordt over het algemeen heel snel gekoppeld aan IPA, maar dat kan natuurlijk op elke bierstijl in principe. Het gaat er gewoon om, je gebruikt één moutsoort en graansoort en één hopsoort en that's it. En dan maak je dan het bier mee. Wij van de Dutch Beer Collective hebben alle drie via Beerwolf. Dus Beerwolf, hartstikke bedankt voor het pakket en de bieren. En ook Beerwolf maakt dus deze video mede mogelijk. Dat moet ik even gezegd hebben. Dat hoort erbij. Hebben dit pakket naar ons van de Dutch Beer Collective opgestuurd. Om te kunnen reviewen voor YouTube en op Instagram. Hartstikke gaaf. Dus Beerwolf, hartstikke bedankt daarvoor. Het gaat om 6 Nederlandse brouwerijen die allemaal dus een verschillende hopsoort hebben gekregen. En daar allemaal een leuk bier mee hebben gemaakt. En de eerste die ik hier ga reviewen is van Dutch Bargain. En het bier heet As Bitter As Ariana Grande's Excess. En waarom heet het bier zo? Het is gebrouwen met Ariana hop. Zou wat bessige karakters mee moeten geven. Dus ik ben heel benieuwd. Gewoon fruitig, bessige karakters. En we kunnen nog even kijken wat er meer op staat. De moutsoort is in dit geval gerstemout. Alleen er staat ook bij havervlokken. Is het dan eigenlijk nog wel echt een... Ik neem aan dat dat dan nog wel steeds een smash is. Want het is niet een mout. Het zijn havervlokken. Het is niet een gemoute gerst of een gemoute tarwe of gemoute haver. Het is gewoon havervlokken. Water, gist en dus inderdaad de Ariana hop. Bier is 6% in alcohol is. Het stond er heel. Oh, ze hebben het met witte letters op lichtgrijs gezet. Echt, dat is. Wauw. Het bier is ingeblikt op 24 juni. Het is nu zo'n 6 weken, zeg maar. Het bier is zo'n anderhalve maand oud. Nou, glas erbij. We gaan het bier proberen. Ik ben benieuwd. Ik hou wel van een smash. Ik vind het leuk. Het is een leuke manier om. Zeker aangezien ik deze hopsoort, voor zover ik weet, eigenlijk nog nooit gehad heb, is dat wel leuk. Hij is best vol. En ik had hem hier op mijn broek staan. Alles is nog goed. Maar mijn handen zijn wel een beetje nat. Hij is echt heel erg vol. Het is dus een hele leuke manier om een nieuwe hopsoort te leren kennen. En eventueel bepaalde moutsoorten wat beter. Ook wel heel erg leuk. Het bier schenkt behoorlijk licht eigenlijk. Een beetje zo'n soort van citrusgeel met een witte schuimkraag. Ja. Als je hem zo zou zien. Nou, die eerste blik zou zijn. Haha, eerste blik. Als je hem zo ziet, die eerste blik zou zijn. Nou, voor mij eigenlijk meer als ik hem zie, zou ik gelijk aan een wit bier. Hij is heel erg licht van kleur. Ik zou hem eigenlijk bijna eerder denken aan een wit bier. Of een pale ale dan echt een IPA. Maar ja, goed, er zijn ook hele lichte IPA's natuurlijk. De laatste jaren zijn we natuurlijk door al die hazies heb je IPA's vaak net even wat iets meer diepgang in kleuren. Voor jullie ziet het er misschien toch net iets donkerder uit. Zoals ik hem hier zou zien, zou mijn eerste gedachte zijn geweest. Misschien gozen of een wit bier, iets in die trend. Een tarwebier. Ik had eigenlijk wel heel snel gedacht aan een tarwebier. Hij heeft een mooie lichte haze. Ja, kleine witte schuimkraag die nou, al zo goed als verdwenen is eigenlijk. Laten we eens even kijken wat hij doet in de neus. Dit is echt raar. Ik krijg ook echt een beetje een tarwe karakter in de neus, raar genoeg. Ja, het is een lichter bier. Er zit niet heel veel. Het is niet een hele uitgesproken neus. Met het warme weer van nu, het is buiten nu al iets aan het afkoelen, maar het zal nog steeds rond de 26, 27 graden zijn. Zijn dit soort bieren, dit soort frisse bieren, altijd best wel lekker. Hij is niet heel uitgesproken. Je krijgt een licht, beetje kruisbessen. Misschien heel erg in de verte iets een beetje frambozig. Oh jeetje, de camera is weer echt helemaal op dreef, jongens. Als het goed is heb ik volgende week een nieuwe telefoon met een nieuwe camera. Beetje kruisbessen, een beetje framboosachtig in de verte. Een beetje bessig, dat is het eigenlijk wel. Sorry voor die camera weer jongens, misschien dat ik niet te veel naar beneden moet kijken en gewoon zo moet blijven kijken. We gaan eens even kijken wat hij doet in de smaak. Beerwolf, nogmaals, hartstikke bedankt. Cheers.
een beetje een wrangig bittertje. Ik zit even te kijken of de IBU er eigenlijk op staat. 50. Oh, ja. Hij heeft een mooi wrangig bittertje. Een licht fruitig karakter. Beetje gewoon dat kruisbessen weer. Daar houdt het eigenlijk wel bij op. Maar het is een wat simpeler bier. Het is niet een you know, smack in your face. Het is verfrissend. Het is cool. Hij is 6%, dus hij is niet te hoog in alcohol. Je zou er 2-3 kunnen drinken op een avond. En niet meteen denken van, ik ben een katje lam of zo. Ja, ik wil niet heel veel diepgang. Maar een wat moutig karakter, absoluut. En dat is het eigenlijk wel. Daar is het eigenlijk het hele verhaal wel mee gezegd. Hij doet wat hij moet doen. Hij heeft een goede bitterheid. En ja, met een naam als bitter as Ariana Grande's Axis. Dan vind ik ook gewoon, moet er een goede bitterheid aan zitten. En dat heeft hij. Voor iemand die op zoek is naar echt een heel mooi fruitige IPA. Ik denk dat je een beetje dan hier teleurgesteld. Het is wel fruitig, maar het is niet het fruit dat denk ik mensen heel snel voor ogen hebben. Het bessige karakter. En dan voornamelijk kom ik weer terug bij die kruisbessen. Dat ik toch denk, ja. Het is een keer wat anders. Het is hartstikke leuk om geprobeerd te hebben. Absoluut. En het is geen verkeerd bier. Maar ik had misschien mijn verwachtingen iets hoger. Eigenlijk moet je dat nooit doen. Hè? Je moet gewoon nooit verwachtingen hebben als je een bier opentrekt. Want ja, als je ergens met verwachtingen ingaat. Als het dan dat niet is, dan is de teleurstelling voor je gevoel ook groter. Als ik een cijfer moet geven, ik denk tussen de, 3,25 en 3,5. Zoiets ongeveer. Daar komt hij wel ongeveer op neer. Gewoon lekker drinkbaar, lekker fris, niks mis mee. Mooi bittertje, echt, en dat vind ik wel fijn. Want dat is zeker met warm weer. Weet je, dan ga ik graag naar de hele bittere IPA's. Ik hou wel van mijn sours dan. En dan in dat opzicht hits the spot. Maar gewoon compleet objectief. Van Nederlandse bodem heb ik betere IPA's gehad. En dat is het eigenlijk over deze review. Als je hem leuk vond, klik op like. Vond je hem heel erg leuk, klik op abonneer. Onderin de omschrijvingsbox doe ik even een link naar Beerwolf. Dat moet trouwens even gezegd worden. Nogmaals, het pakket is alleen bij Beerwolf te verkrijgen. Dus daar doe ik even een link naar de webshop onderin de omschrijvingsbalk. En natuurlijk links naar al mijn social media en een link naar de Dutch Beer Collective. En daar kun je bij Remy en Gerben ook reviews van deze beren langs zien komen. En ik zou zeggen tot de volgende review. Proost!